Dit is N24actueel.nl. Vanaf maandag 2 september speel jij de rol van Tom Bos in de jeugdserie Vrijland. Hoe is het zo gekomen, Elindo? Nou, ik werd tijdens school gebeld door mijn castingbureau, wat mijn voicemail ingesproken. Of ik auditie wilde komen doen voor een vaste rol in Vrijland. En ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat Vrijland nou precies was. En toen ben ik even op internet gaan kijken. Dacht ik, oh wacht, dit heb ik wel volgens mij een keer langsgezept. Toen ik televisie aan het kijken was. En toen ben ik meteen terug gaan bellen. En toen zei ik van ja, natuurlijk wil ik dat doen. Toen heb ik gespijbeld van school. Heel slecht. En om naar die auditie toe te gaan. Heb ik 2 auditierondes moeten doen. Daar 2 verschillende rollen moeten spelen, dus dat helemaal voor moeten bereiden. Nog een tegenspeler gehad om dat te doen. En eigenlijk stond ik iedere keer weer na een kwartier weer buiten. En dacht ik, nou, ik weet eigenlijk niet of het nou wel of niet zo goed ging. Want het is ook maar mijn eerste televisierol. En ik ben meer een theaterpersoon dan een televisiepersoon. Dus camera acteren is sowieso al wat lastiger. En toen werd ik uiteindelijk gebeld dat ik de rol gekregen had. En toen moest ik ook nog vrij regelen van school. Maar dat is allemaal goed gekomen. En zo rolde ik in één keer het Vrijland-avontuur in. Ja. Breng jij Annabel zelf even thuis? Ja, maar waar woont die boer Anton dan? De eerste boerderij? Ja, nou, ik ben eigenlijk sinds dat ik, ja, ik denk, überhaupt kon staan, zeg maar, ben ik nogal een uitbundig, spontaan persoontje geweest. Tot vervelend toe bij vele familieleden op feestjes. En mijn droom was altijd om presentator te worden. En eigenlijk pas toen ik naar de middelbare school toe ging, toen deed ik mee met de schoolmusical. En daar is eigenlijk pas gaan kriebelen om echt te gaan acteren en musical te doen. Ik heb wel jarenlang musical producties gedaan bij de Muzerij, bij Picos. En dat vond ik ook altijd gewoon heel erg leuk om bezig te zijn met theater. En was ook wel echt mijn ding. Maar echt het realisatiemoment van oké, hier wil ik echt iets mee gaan doen als mijn beroep. Dat is eigenlijk pas vanaf de middelbare school gekomen. Dus dat is pas 6 jaar geleden. En uiteindelijk zijn we aangenomen op de muziektheateropleiding in Tilburg. Het is meestal altijd typecasting. En in dit geval kwam dat met mijn haar en mijn... Je had geen pruik nodig? Nee, ik had geen pruik nodig. Ik had wel een paar extensions in om het een beetje leuker te maken. Maar ja, dat was helemaal mijn rol. En het paste ook heel goed bij me. Het was het derde jaar dat ik de schoolmusical deed. En het was ook de eerste keer dat ik mocht gaan zingen. Dat was ook mijn eerste zangrol. En daarvoor durfde ik dat eigenlijk helemaal niet. En vanaf dat moment toen dacht ik, oh, nou, zingen, dat vind ik ook wel iets. En toen ben ik zanglessen gaan nemen. En zo rolt dat iets eigenlijk weer verder. Waar zijn de sterren heen? Zwart is de dag. En de Tom Odems Musical Award 2013 gekregen. Ja. Ook heel bijzonder, toch? Ja, nou en of. Ik, toen ik net aan de eerste schoolmusical meedeed op de Pierson, toen werd de Pierson ook genomineerd voor de Tom Odems Award voor de musical Hair. En toen deed ik mee ook als een wat kleiner rolletje, een van de hippies. En toen zag ik al mijn voorbeeld daar staan. Yannick Plugers, die nu in Shrek heeft gespeeld. Die van de Pearson afkwam, die daar de hoofdrol toen in speelde in Hair. Die zag ik toen al daar staan. En toen dacht ik voor mezelf al, ooit op een dag wil ik ook hier in Theater aan de Parade staan. En wil ik die Tom Odens Award winnen. En na The Wiz en Mamma Mia, toen zijn de mensen van Tom Odens komen kijken. En uiteindelijk was ik een van de gelukkigen om genomineerd te worden als beste solist. Waren we 1 van de 7. En toen had ik het geluk om de prijs voor beste solist te winnen. Het woord dat me wakker maakt uit deze angststroom. Heel veel mensen zeggen altijd van ja, ik wil beroemd worden en ik wil bekend zijn. Nou, daar heb ik het eigenlijk helemaal niet op. Mijn doel eigenlijk wat ik in het leven heb is om van mijn hobby mijn baan te kunnen maken. Zingen, acteren,
dansen ietsjes minder. Is eigenlijk het liefste wat ik doe. Daar voel ik me heel prettig bij. Als ik niet per se in de spotlight sta, maar gewoon op het toneel kan staan, dan voel ik me thuis en dat is mijn plekje. Dus ik hoop dat ik daarmee in ieder geval mijn beroep van kan maken en dat ik daar gewoon van kan leven. Denk je nou vanaf maandagavond dat je op straat wordt overvallen door allerlei gillende meiden? Nou, zelf denk ik dat het allemaal wel mee zal vallen. Ik heb gehoord van de oud-Vrijland castleden dat ze wel regelmatig herkend worden. En ben ik daar zelf al een beetje bang voor, want ik weet niet zo goed hoe ik me dan moet gedragen. En ja, persoonlijk denk ik dat het wel mee zal vallen, maar ik heb nogal opvallend haar. Dus het is, ik kan niet incognito ergens met een zonnebril op verschijnen, want mensen herkennen me meestal toch weer aan mijn haar. Dus ik hoop dat het meevalt, maar ja, dat moeten we denk ik pas vanaf 2 september gaan zien. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. En 24actueel.nl